Deze video die gaat over impliciet differentiëren. En ik ga dat proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Dat voorbeeld staat al klaar. Dat is die vergelijkingen x en y hier linksboven. En het probleem daarmee is dat we y niet kunnen uitdrukken in x. Dan zul je al vragen, waarom is dat een probleem? Nou, dat is een probleem wat ik graag de afgeleide, dy dx, wil weten in het punt min 2,0. Vraag me niet waarom, maar dat willen we voor dit voorbeeld even. En ik heb een beetje gelogen, we kunnen y wel uitdrukken in x als we dat erg graag willen. Maar daarvoor hebben we wat algebra nodig die niet in het standaard pakket van de meeste student, laat staan normale wiskundige, behoren. Is dat goed? En dat is ook niet nodig, dat is het mooie aan impliciet differentiëren. We kunnen hier de afgeleide, dy dx, uitrekenen zonder y eerst te isoleren, vrij te maken. Ik ga laten zien hoe dat moet. En daarbij zien we eigenlijk afleiden naar x als een operatie. En deze operatie kan ik toepassen aan beide kanten van het gelijkteken. Dus ik kan dit hele ding differentiëren naar x en dat hele ding differentiëren naar x. En dan krijg ik opnieuw een gelijkheid. En we moeten daarbij een beetje oppassen. Want je zou in eerste instantie zeggen, y differentiëren naar x, dan valt het weg. Maar dat is in dit geval niet zo, want we zien y als een functie van x. We zijn uiteindelijk, we gaan y ook differentiëren naar x. Dus dat wil zeggen dat als dat niet een functie van x was, was het gewoon 0. We vatten y op als functie naar x. En dat heeft gevolgen die je zo meteen zal zien tijdens het differentiëren. Dus ik ga nu beide kanten differentiëren naar x. En dat noteer ik zo. Ik doe ddx aan beide kanten. Nou, 2x differentiëren naar x, dat kunnen we. Daar komt 2x uit. En we moeten voor het eerst dan oppassen als we die y tot de derde gaan differentiëren. Ik vat y nu namelijk op als een functie. En dat wil zeggen dat er eigenlijk staat die functie tot de macht 3. Dat wil zeggen, met de kettingregel, dat de afgeleide 3y kwadraat is, keer de afgeleide van die functie, en dat is in dit geval y, dus dat is dy dx. Dus dit is echt alleen maar zo omdat we y zien als functie van x. En dat gaan we opnieuw meemaken, hier bij die 2x keer y. Y als functie van x, dus x keer y is een product van twee functies van x. En als we gaan differentiëren, zullen we de productregel moeten toepassen. Afgeleide van 2x is 2 keer y plus 2x keer de afgeleide van y naar x. Dus dy dx. Oké, dan hebben we de linkerkant gehad, dan de rechterkant. De afgeleide van 4 is gewoon 0. Oké, we hebben dus nu een nieuwe gelijkheid. En het aardige is, daar kunnen we, in dit geval in ieder geval, de dy dx uit vrijmaken. En zo krijgen we toch een uitdrukking voor dy dx. Nou, laten we dat doen. We halen daarvoor dy dx buiten haakjes. Dy dx keer, laten we eens even kijken. Hier hebben we een term 3y kwadraat. En daar hebben we een term 2x, dus plus 2x. En al het overige halen we naar de andere kant van het is-teken. Dus dat wordt een min 2x en een min 2y. Oké, dan zijn we er bijna. We delen vervolgens door die term hier links, 3y kwadraat plus 2x. Dan krijg je een expliciete uitdrukking voor dy dx. Dy dx is min 2x min 2y gedeeld door 3y kwadraat plus 2x. Nou, dan zou je nu kunnen juichen, maar je zou ook nog kunnen denken, ja, dit is heel leuk, ik heb nu dy dx gevonden, maar aan de rechterkant staat ook nog steeds y. Dus ik heb niet de afgeleide zoals ik hem ken, als gewoon weer als functie van x. Dus er zit wel een beperking aan deze aanpak, maar niet een volledige beperking, want wat we wel kunnen is, als we een punt hebben, daar die afgeleide in uitrekenen. En dat gaan we dan ook nu doen. Als ik dy dx bereken in het punt min 2,0, dan wil het zeggen dat mijn x min 2 is en mijn y 0. En dat kan ik hier wel gewoon invullen. Dus dan krijg ik min 2 keer min 2, min 2 keer 0, want de y was 0, gedeeld door 3 keer 0 in het kwadraat, plus 2 keer min 2. En dat is al met al in de teller een 4. En in de noemer een min 4. En daar komt dus min 1 uit. Dus ondanks dat we y niet expliciet als functie van x kunnen schrijven, kunnen we toch via impliciet differentiëren de afgeleide in een punt in ieder geval uitrekenen.
op deze manier. Dat was hem. Succes ermee.